Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag is het tijd voor Solo Ultra Hardcore En dit is volgens mij aflevering 20, een gokje, geen idee Maar ja, uh, we zijn weer bij de oude basis en nu weer niet Want ik heb allemaal spullen meegenomen uit de chesten, de meest waardevolle, althans Want ik heb uiteindelijk een goede locatie gevonden om te wonen En daar ga ik nu even naartoe lopen Oh, lag, net een lag oh. Ik kan dan beter niet vallen Ondanks mijn goede schoenen. Oh, En toch doe ik het. Alleen dat kan nog wel lekker spijk. Maar ja. Ehm, um, even zien. Ik heb mijn pad ergens neergelegd met de ik dus Moet even goed kijken. En misschien kan je horen dat ik verkouden ben. Ja, ik ben weer verkouden. En. Als het goed is, heet de episode van deze aflevering. Of de episode. Nee, de titel van deze episode heet. Nieuwjaars of oudjaars drukte. En dat komt. Ja, oudjaars drukte. Want. Je, kunt, je hebt hem gemerkt aan uh, mijn kanaal, de video's en zo. Dat ik afgelopen paar dagen niet superveel heb geüpload. Oké, oh, okay. ik moet die even vermoorden deze. Oké, okay, wat gebeurde daar? Nou, wat er gebeurde is... Een lag spike, zoals je zag. Een lag spike, opeens had er een skeleton naast mij. En die hitte mij heel snel dood. Heel vreemd, want ik heb... Volledig protection 4 iron armor. Dat is ook heel raar. En ik wilde vertellen... Nou, ik, laat ik het even vertellen. Ik kan niet op respawn klikken op een of andere manier. Maar ja, ehm... Um. Ik heb even op respawn uh, kunnen klikken door middel van de launcher te restarten. Maar ja, wat er gebeurde. Um, ik, was, ik zag ridder skeletons. Ik heb een sharpness 4 uh, looting 3 zwaard. Nou, dan denk je. Grijp je kans. Lag spike. Ridder skeleton van opzij of 2 wel. Sla mij. In een paar keer of bij een die auto langs rijden. Dood. Ofwel het einde van de serie, jammer genoeg. Wat wel kloot is, want ik was net zo ver gekomen. En door ik net verslagen. Net een mooie nieuwe locatie gevonden. Ik ga even nu in game mode vliegen. Dan kan ik het eventjes uh, allemaal tonen. Want dit is gewoon denk ik, het einde van de serie. Jammer genoeg, want ik vond de wereld echt een hartstikke mooie wereld. Eindelijk veel behaald. En dan door zo'n spike doodgaan. Is een beetje stom. Even zelf naar de coördinaten uh, teleporteren. Voor mij is dit, uh, is dit de coördinaten, als het goed is. Ja, dit zijn de coördinaten. Dat is mooi. Dan halen we de stuff even op. En dat doe ik omdat ik dan een werelddownload download kan maken. Voor jullie. Want de serie is nu gewoon voorbij. Dat is gewoon zo. Jammer genoeg. Ik vind, ik vind het ook rot dat ik op deze manier dood ga. Maar. Het is zo. Het zei zo. Als. Ik heb bij het begin van de serie gezegd: als ik dood ga, dan is het uh, voorbij. En dat is gewoon nu gebeurd. En de vorige keer had ik een nieuw seizoen aangemaakt. Maar ik denk niet dat ik nu ga doen nog een nieuw seizoen. En waarom niet? Omdat ik heb nu vier uh, survival series. Dat is deze serie. Dat is uh, I Mine. En dat is uh, Tom's Minecraft. En vier survival series is gewoon te veel om te recorden. Want... Waar is mijn chestplate eigenlijk? Hm. Is je hier? Ehm, um, waarschijnlijk heeft een. Where the Skill dat hem gepakt. Denk ik. Of hij is in de later gevallen. Of hij naar beneden. Um, want je weet. Ehm, um, de manier waar ik, waar, waarop ik speel. probeer ik altijd tussen de episodes heel veel. Um, progress te maken. Ik had weer een lag, sprak, Nu weer. Irritant. Ehm, um, dus in de zin van. Ehm, um, als de episode afgelopen is, dan. Tussen die en de volgende episode, wil ik altijd gewoon. Uh, of cam hebben gecaved. of cam. XP farms hebben gemaakt, XP hebben verzameld. en al die andere dingen. En als ik dat bij vier series doe, dan is het gewoon te veel. Dan zit ik eigenlijk vrijwel bijna al mijn vrije tijd. hier aan YouTube op te maken. En dat vind ik gewoon. dat dat. dat wil ik niet. Dat snap jullie waarschijnlijk ook wel. Met nieuwe pickaxe. <laughs> dus. daarom. Tot deze serie hierbij ook voor eeuwig, jammer genoeg. Um, dat blijft over iMind, soms Minecraft en ...Feed the Beast. En wat ik dan als vierde serie doe, weet ik niet, maar ik ga toch binnenkort met iemand anders een adventure map spelen. Dus dat komt eigenlijk deels weer wel goed uit. En daarna zie ik wel misschien wat minigames of zo. Of ik ga dat gebruiken voor GTA, Portal 2, ...Battlefield. Ik zie wel. Want die dingen nemen gewoon minder tijd in om op te nemen. En dat vind ik zelf veel fijner. Want te veel aan YouTube besteden is ook niet echt handig. Dat snappen jullie hopelijk wel. Maar ja, um, ik wilde dus vertellen over oud nieuw, eh, ou, oudjaarsdrukte. Kan nu wel eventjes. Ondertussen vind ik dan eventjes de spot op waar ik eigenlijk wilde gaan wonen in deze serie. Um, dank u. Oké. Okay, um, maar ja, oudjaarsdrukte. Je hebt wel gemerkt dat ik afgelopen week niet veel videos heb geüpload en dat komt. Gewoon heel simpel. Ik had het druk. Um, je hebt oud en nieuw. Um, je, heb je binnenkort. En je hebt ook afgelopen tijd de kerstdagen gehad. En daarvoor heb ik heel veel dingen uh, gedaan: kerstmaltijden gekookt. Naam um, nou, andere dingen. Ik kwam gewoon voor Ik wil dingen met vrienden doen. Dus ik heb gewoon de laatste tijd niet superveel kunnen uh, maken. En Uploaden. Gewoon wegens de kerstdagen. Wat hopelijk wel begrijpelijk is. Want. Uh, de Kerstdagen moet je met je familie doorbrengen en niet achter de computer. Dus. Ja. Um, waar is die portal voor mij? Weet je, ik zoek het even op. Ah, ik heb de weg gevonden. Even aan jullie tonen. Want als je de wereld downloadt, dan zorg ik ervoor dat je in de basis komt. Um, daar is de portal. Even zien, daar is de portal. En dan ga je hier langs. Nu boven is de glowstone. Rechtdoor. Daar is nog een keer glowstone. Daar volg je die. En dan die glowstone. En nog een paal. En dan wat cobblestone. En daar is een portal. En daar wilde ik dus de uh, nieuwe basis op gaan zetten. Ik wilde hem dus net gaan verhuizen. En dat record ik. Toen zijn ik we weer de skeletons. Dacht ik, neem ik uit. En lag. En doen dood. Dat is het gewoon. Jammer genoeg. Maar ja, even tonen waar het was. Ja, ik heb een hond. In een desertempel. Hier. Hier wilde ik gaan wonen. Ik laat de wereld even laden. Oké, okay, hier is een uh, desert temple. Hier een vette Savannah M. Slash m M. Plateaubile. Met helemaal uh, zwevende dingen. Enorm vet. Um, Oceaan. Hier een klein roof forestje. En uh, plains. En uh, normaal forest. En dan hier allemaal desert. Dus uh, een hele mooie plek om te wonen. En ik wilde dan hier echt de baas opzetten. In de Savannah En daar deels. En dat wilde ik dus net vandaag in deze episode. Een machine maken die automatisch uh, health potions voor ons maakte. En ik ben ik ook nog een weer bevechten voor een uh, Regeneration Beacon. En de Iron Golem farm maken. Voor het ijzer. Maar ja, dat wordt het allemaal niet meer. Dus in ieder geval, ik wil bedanken voor het kijken voor dit awesome seizoen. We zijn heel ver gekomen. Maar jammer genoeg door een lag spike dood gegaan. Um, het is dan wel deels niet echt super legit. Of legit niet echt. Eerlijk doodgegaan. Maar ik vind gewoon een goed einde voor de uh, serie. Ik heb dat verteld waarom. Anders heb ik te veel tijd aan uh, series uh, besteed en YouTube en zo. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Nee, niet tot de volgende keer. Gewoon tot de volgende serie. Die niet zo lood waar is. Doei.